Ja, wij hebben natuurlijk een punt gemaakt in onze bijdrage van die enorme schaalvergroting. Die grote onderwijsmonologen, die zijn vooral ook in het voortgezet onderwijs gecreëerd. We hebben opgemerkt, ook andere partijen trouwens, dat dat wellicht ook invloed heeft op het, laat maar zeggen, het werkplezier van docenten. Ik ben benieuwd hoe de minister hier tegenaan kijkt. Zijn we niet te ver daarin doorgeschoten? Voorzitter, dat is echt een vraag voor mijn collega. Dan gaan we naar mevrouw Paul voor deze vraag. Ja, volgens mij, ja, precies. Volgens mij ben ik daar al op ingegaan. Kijk, uiteindelijk maken leraren inderdaad een afweging bij welke scholen ze wel of niet willen werken. Ja, ik ben hem even kwijt hoor. Nu, ja, volgens mij heb ik dit beantwoord in mijn betoog. Ja, excuus dan. Het kan zijn dat ik dat dan gemist heb. Excuus, maar oké. Meneer Van Houwelingen? Ja, dan ga ik proberen de vraag dan nog een keer te stellen. Ik weet het extra. Zoals de minister weet, we hebben de put gemaakt in onze bijdrage, maar ook andere partijen. Dus ik denk dat ik ook dit vraag namens andere partijen. Is het in het primair, maar ook in het voortgezet onderwijs, vandaar dat ik de vraag in eerste instantie aan de minister, andere minister vroeg, enorm opgeschaald. En docenten, dat zien we ook in stukken van het ministerie zelf terug, die klagen over gebrek aan autonomie. Die worden geconfronteerd met hele grote schoolbesturen op afstand. Dat is ook vaak opgemerkt in het debat. En dat is mijn vraag aan de minister. Zijn we daar niet in te ver doorgeschoten? Dat is de vraag. Moeten we daar misschien... Schaalgrootte en zeggenschap. Ja, klopt. Nu heb ik hem weer scherp. Volgens mij hangt schaalgrootte niet samen met autonomie van de leraar. Uiteindelijk gaat het erom, en dat is ook in verschillende bijdragen naar voren gebracht, dat je met name als schoolleider ook een klimaat weet te creëren, een cultuur weet te creëren, waarin je je docententeam betrekt, waarin je ervoor zorgt dat er een lerende cultuur is binnen een organisatie en al die zaken die bijdragen aan autonomie van de docent en aan het werkplezier. Daarnaast heb ik ook wel iets gezegd over het professioneel statuut, dat daar meer aandacht voor moet zijn en dat we dat ook gaan oppakken. Ja, tot slot, ik denk dus dat dat niet het geval is en dat al die praktijkvoorbeelden die we gehoord hebben dat ook laten zien. Dus ik zou aan de minister dan tot slot willen vragen, misschien is het goed om dit eens een keer, dit kan onderzocht worden. Hè, om dat te onderzoeken van, goh, kijken docenten daar nou zelf tegenaan? En dan weten we het zeker van hoe docenten hier zelf tegenaan kijken. Ook hun relatie dus met het schoolbestuur, daar gaat het mee over. Ja. Volgens mij, ik heb gerefereerd inderdaad aan onderzoeken die al lopen over de drijfveren van docenten om in het voor het onderwijs te kiezen en wat voor hen de belangrijkste elementen zijn om daarin te blijven. En daar zullen we over terug rapporteren aan de Kamer. Ja.